Spraak al over 2 weken. De verdachte agenten arriveerden niet alleen bij de rechtbank van Versailles. Een 30-tal collega's en burger bleef op opvallende wijze bij hen in de buurt. De 5 politieagenten verschijnen na een zeer trage rechtsgang voor de rechter. 7 jaar na de arrestatie en de daaropvolgende vermeende martelingen. Het is november 1991 dat de Nederlandse Marokkaan Ahmed Salmoni door de Franse politie wordt opgepakt op verdenking van drugshandel. Op het politiebureau van de Parijse voorstad Bobigny zou hij door 5 agenten op zeer ernstige wijze zijn mishandeld. Een fragment uit de aanklacht. Un inspecteur me tirait par les cheveux pour me relever. Un deuxième avait un instrument pouvant correspondre à une batte de baseball dont il me frappait régulièrement sur la tête. Un autre me frappait à coups de pied et de poing dans le dos. Vorig jaar concludeerde de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dat er inderdaad sprake was van marteling. De zaak is inmiddels doorgestuurd naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Toch bleven de Franse agenten op hun post. Pourquoi ne pas juger tout de suite? Parce que je pense encore une fois qu'il s'agit de policiers en fonction et que le parquet de Bobigny a essayé, à mon avis, de faire en sorte que cette affaire ne sorte jamais. Salmoni zit op dit moment een straf uit in een Noord-Franse gevangenis. Hij stond deze week het NOS-journaal per telefoon te woord. Depuis le début, tout le monde me dit, il faut pas porter plainte contre la police parce que la justice française n'aime pas qu'on porte la plainte contre la police. Ils vont te massacrer. Et tu n'as aucune chance. De verdachte agenten werden door de rechter toch hard aangepakt. Hun enige verweer was dat Salmoni zichzelf misschien verwond heeft. En dat het wel eens voorkomt dat een verdachte hard valt en zijn gezicht aan een stoeprand schaaft. Volgens juridische specialisten zou de zaak Salmoni hoogstwaarschijnlijk in het doofpot zijn gestopt als de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens er geen rapport over had uitgebracht. Sindsdien is de rechtspraak in een stroomversnelling terechtgekomen en komt het 7 jaar na de arrestatie toch tot een proces.